knak. Dit zit niet lekker. Gaat goed hier achter de schermen. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin. En de vorige dag, in dag 2, hebben we de gele Pikmin gevonden. Hebben we 2 shipparts voor elkaar gekregen. En hebben we heel veel chaos gehad, want er zijn er al een paar gesneuveld. We zijn 16 Pikmin kwijtgeraakt in een battle. En we hebben er eentje achtergelaten, wat ik hoop niet meer tot dat gebeurt. Want ik weet niet, ik vind dat zielig voor die... Ik weet niet, ik vind ze wel wat hebben. Ik bedoel, op Facebook heb ik een leuke foto, die heb ik toen gehaald, op internet besteld geloof ik of zo. Gewoon omdat Pikmin gewoon heel erg leuk vind. Maar goed, dag 3. We gaan weer terug naar de Forest of Hope. En hopelijk krijgen we dit keer wel voor elkaar wat ik voor elkaar wil krijgen in deze dag. Kan ik ook weer gaan praten over die gele Pikmin, wat dus zo belangrijk is bij gele Pikmin. Want gele Pikmin zijn dus, ze zijn handig, laat ik het daarop houden. Rode Pikmin hebben iets meer kracht dan de gele Pikmin, omdat gele Pikmin die zijn wat lichterder. En zoals je daar dus zeg maar nou heel mooi zag, die gele... Oh kijk, die ene die gesprout was, die ligt hier nog heel erg mooi. Maar gele Pikmin, die willen we zeker wel een paar nog bij hebben. Dus ik pak gewoon even al mijn rode er even bij. Dan hebben we 75 red Pikmin, wat op zich heel erg goed is. Nou, eventjes wachten tot ze er allemaal zijn... En nou hoop ik dat ik dus in deze aflevering ook weer het voor elkaar kan krijgen. Om 2 parts voor elkaar te krijgen. En even kijken. Ik wil graag een gele gooien. Met B kan ik dus kiezen welke dat ik gooi. Want dan kan ik die ene pallet daar gebruiken. En dan kan hij ondertussen even wat meer Pikmin gaan maken voor... kijk, want we hebben hier dus heel veel gele pallets. Oh, en dat wou ik eigenlijk niet doen. Kijk, zoals je dus ziet, nou wordt hij geel, of nou wordt hij rood. Dus dan gaat hij automatisch naar de rode onion. En dat willen we niet. Terugkomen! Aan de kleur, zeg maar, die erboven staat. Even kijken, ik wil een gele daarop gooien. En ik wil een gele daar naartoe gooien. Kijk, dan wordt hij automatisch geelkleurig. En dat laat het eigenlijk zien naar welke onion dat hij toe gaat. En zoals ik al zei, we willen een paar meer gele hebben op dit moment. Dus, nou hoop ik dat... Ja, ik vind het zo jammer dat die grote bulborbs er niet meer... dat vind ik echt jammer. Die gaven dus anders heel erg veel gele Pikmin. En dat zou een stuk makkelijker zijn voor ons. Dus het enige wat we nou kunnen doen is hopen dat we... Even kijken, heb ik nog gele... Nee, ik heb nog maar alleen maar rode bij me. En die rode die heb ik op dit moment niet echt nodig. En ik dacht dat er misschien nog wel wat vijanden zouden zijn. Maar op dit moment zijn er helemaal geen vijanden. Dus ik wil die rode heel eventjes hier stand-by houden. En ik wil 25 gele zien te krijgen. Dus dat wordt eventjes onze grootste priority op dit moment. Nou, we hebben daar een paar van die... Weet je wat? Ik weet niet. Kan ik alvast die brug doen dan? Aangezien dat ik dan toch met geel bezig ben. Want hier krijgen we een nieuwe vijand, geloof ik. Hallo? Nee? Oké. Okay. Nou, die kunnen alvast beginnen met een brug te bouwen. En... Wat was dat? Niks? Oké. Okay. Nou, op het moment dat we bezig zijn met die brug te bouwen... kan ik heel eventjes terug weer naar het base. En dan kunnen we heel eventjes naar onze gele onion. Want dan hebben we dus al wat meer gele Pikmin. En dan kunnen we dat eventjes een beetje meer uitbreiden... terwijl dat hun bezig zijn met die brug. Want gele Pikmin die kunnen we dus hoger gooien dan de rode Pikmin. Zoals dus in de beschrijving gisteren eigenlijk al was uitgelegd. Nou, we hebben er al 15... En daarachter hadden we dus zeg maar nog het een en ander liggen wat ook heel erg handig is. Nou, die brug die is klaar. Dat is alleen maar gunstig. Want gele Pikmin, die hebben dus zeg maar de ability ook om die stenen die je daar ziet... Dat zijn bommen in dit spel. En de gele Pikmin zijn de enigste Pikmin die bommen kunnen tillen en bommen kunnen gebruiken. Bommen zijn heel erg handig om bij vijanden te gebruiken, maar ook om die stenen muren dus zeg maar... nee, eentje jongens, eentje. Dat doet mijn tijd te veel. Maar bommen die kun je dus gebruiken om die stenen muren dus ook omlaag te halen. Waardoor dat gele Pikmin nog belangrijker zijn. Dus je hebt ze niet echt veel nodig, maar het is wel handig om dit te weten. Nou, jij pakt die op. Nee, één. Nou ja, weet je wat? Ga maar. Het maakt mij niet meer uit. Goed, dus de 8 Pikmin die we nou nog bij ons hebben, die laten we deze bommen oppakken. En dan worden we interrupt door het spel. The yellow Pikmin has picked up a peculiar stone. Why did it decide to grab it? This action seems to be instinctive to the yellow Pikmin. But just what are these strange glowing stones? Brightly glowing cracks cover them. Perhaps these cracks indicate that there is tremendous powers locked away within them. This merits further research. Ja, zoals ik al zei, dit zijn bommen. Dus, willen jullie ook eventjes... Oké, we hebben er dus 7 met bommen.
En wat je dus wil doen is je wil zo voorzichtig mogelijk een bom Pikmin wil je gooien. En dan wil je geen Pikmin daar in de buurt hebben. Want dan is het boom. En anders ontploffen je Pikmin en dat wil je niet. Geloof mij maar. The glowing rocks the yellow Pikmin picked up seem to be explosive stones. Perhaps they know that these stones can be used as powerful weapons. The bomb rocks are dangerous, so I must take care when using them. But they should be able to blast open the stone walls that block the pathways. It may even be able to use them against some of the wild creatures. Nou, dat raad ik eigenlijk niet aan. I must be vigilant when I throw bomb rocks carrying Pikmin and give them orders. They will throw their bomb rocks at nearby walls or obstacles. The explosive power of the bomb rocks is tremendous, so I must keep my distance. Zoals ik al uit had gelegd, je wilt daar zeker voorzichtig mee zijn. Nou, we hebben er nog twee voor nodig om die muur omlaag te krijgen. En dan krijgen we ook dat mooie geluidje weer. En we hier nog een muur. Nou, dat, deze muur die geloof ik dat er ook 3 Pikmin kost. Dus, mag ik heel even... Bom Pikmin, dank je. 1, 2, 3. Nee! Idioot! Ik gooide toch duidelijk mijn bom Pikmin. Waarom ga je daarmee... Ach ja. Oké, nou, we zitten nu op 97. Ik dacht dat ik er meer zou hebben. Nou ja, die kunnen we... I have made yet another Pikmin-related discovery. Just when I was about to exceed 100 Pikmin in the field, the onion stopped expelling seed. The total number of Pikmin continued to climb. It seems that once there are 100 Pikmin on the field, substantially need to say blablabla. Wat wil je dus eigenlijk uitleggen is, je kunt niet meer als 100 Pikmin bij je hebben, maar het nummer kan dus nog wel groeien. Wat eigenlijk dus heel erg gunstig is. Nou, jullie mogen met mij mee. Ondertussen hebben we genoeg yellow Pikmin en ik zie dat we heel erg veel leaves er nog tussen hebben zitten. Dus wat ik wil doen, is ik wil dus eigenlijk deze Pikmin heel eventjes dan plukken. En dan wil ik heel even kijken of ik ergens nog gras in de buurt kan vinden. Waardoor dat ik ze allemaal flauwe Pikmin kan maken. Wat dus eigenlijk ons research nog wat makkelijker maakt. En ik wil die ene muur die we daar op de achtergrond zitten, ik wijs erna. En dat heeft natuurlijk helemaal geen nut aangezien dat we... Ja, hallo. Oké, we hebben ze alle 100. Ik wijs er dus naar, terwijl dat eigenlijk... Ja, jullie zien mij niet wijzen, jullie zien mij alleen maar eigenlijk, zeg maar, jullie zien het scherm. Mijn excuses daarvoor. Goed, nou, geef me nectar. Geef me nectar, geef me nectar. Oké, nog een druppel nectar. Dat is alleen maar goed. Nou, hoop ik dat ze allemaal flowers zullen worden. Volgens mij heb ik allemaal flowers. Juist. Heel erg handig. Oké, dus we hebben nou op dit... Nee, ik zie nog een kleine die nog in de groei is. Maar dat maakt niet zoveel uit. We hebben dus zeg maar 100 rode bij ons. En 25 gele. Wat eigenlijk best wel goed is. Nou, en het grappige is, als ik nu op C druk. Dan zie je dus dat de Pikmin teams heel erg mooi zeg maar bij hun eigen kleur groeperen. En ik mis 1 rode. Of 1 gele. Oh ja, we hebben 1 gele per ongeluk opgeblazen. Oh, vind ik zo jammer. Nou, even deze bommen even meenemen. Oké. En dan moet ik heel even kijken, want we hebben maar 6 bommen op dit moment. Dus dat kan ik wel even kijken. Dat is een sterkere muur. Wacht eventjes. Want volgens mij lagen hier... Heb ik nou maar 6 Pikmin bij me? Zo leuk als het spel doet wat ik wil. Oké, even jullie ook mee roepen, want ik wil meer bommen hebben. En volgens mij lagen er hier ook nog een paar bommen. Juist. Oké, nou, Pikmin. Pak het. Oh, die geluidjes die ze af en toe maken. Oké, nou. Dat waren alle bommen. Oké. Dus dan hebben we onze bomsquad. En we hebben onze gewone Pikmin nog. En ik zag daar net een paar vijanden. Dus daar willen we zeker voor voorzichtig wezen. Dus ik ga heel eventjes deze ook even teamen. Dat zijn onze bom Pikmin. Dit zijn onze aanval Pikmin op dit moment. Ah, er zit de gele bij. Dat maakt niet zoveel uit. Ken ik hier... Nou ja, die kan ik wel gebruiken voor de gele populatie. Maar ja, aan de andere kant hebben we ook nog die gele pet die we kunnen hebben. En we zitten al op de helft van de dag en we hebben nog niet echt veel voor elkaar gekregen. Dus wat ik eerst wil doen is, ik wil eerst hier overheen. Eventjes hier de vijand uitschakelen. Oh, meer vijanden, meer vijanden, meer vijanden. Gooi. Oh, we zijn er eentje kwijt, Dit zijn sheergrubs. De paarse sheergrubs die zullen je Pikmin aanvallen. Niet, nee. Nee! Echt zo vervelend als ze automatisch dingen op proberen te pakken. Oké, we zijn 4 Pikmin daar kwijtgeraakt. Maar de paarse sheergrubs die zijn dus gevaarlijk. Dat zijn de mannetje sheergrubs. Die proberen dus zeg maar de Pikmin aan te vallen.
En de... ja, de lichtkleurigen die zijn dus eigenlijk niet echt gevaarlijk. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. We zijn er helaas weer een Pikmin kwijt. Dus daar ben ik niet echt blij mee. Nou, daarboven daar zien we een radar. Maar... Oh, hallo. Wil je alsjeblieft even sterven? Dank je. Wat ik nou eigenlijk wil doen is... We hebben die bommen hebben we. En daarachter ligt nog een part. En ik... Tja. Stop nou eens eventjes met die dingen mee te nemen. Dat komt dadelijk wel op het einde van de dag. Daar gaan we ons nou nog niet druk mee maken. Dus we gaan eventjes de attack squad... Die gaan we heel eventjes hierheen brengen. Want die muur die we dus net zagen... Daar zie je dus dat die iets donkerder gekleurd is... Als de andere muur die we hadden. Dus ik wil heel eventjes onze 11 bommen meenemen. Want deze muur die heeft dus meer nodig. En je wil dus eerst zorgen dat er geen vijanden meer zullen zitten. Oké, dat is goed. Dat is goed. Oké. 1, 2, 3... En nou doe ik het gewoon maar één. Kom op. Netjes. Dan nog een keer. Oké, die muur is naar beneden. Dan heb ik helaas niet genoeg boompower om ervoor te zorgen dat die andere muur dus ook al naar beneden kan gaan. Maar daar kunnen we alvast een behoorlijke damage aan geven. Nou, onze team squad die we dus hier hebben. Ik wil eerst even die twee... Weet je wat? Ik ga eerst eventjes zorgen tot deze Pikmin die remains eventjes meenemen. Dus, volgens mij waren het één. Oh, eentje dus. Oké, nou, even zorgen dat we dus meer geel kunnen hebben. Oh, dat is een Bobmin. Die mag zo mee. Jij mag ook even mee. Neem even ons team. Die eventjes zo. Even, jullie zet ik alvast even hierboven neer. Want... Hoeveel hebben we daarvoor nodig? 20. Oké, dat komt goed. Dat komt helemaal goed. Dan hoop ik dat die rode niet gaan interfereren. Dan kan ik even hun eventjes roepen. Trouwens, waarom laat ik die rode niet alvast even gelijk die shipbart even meenemen? Dat is net zo makkelijk. Zo. En dan pak ik even die rode en dan kunnen we even gelijk... Oh, jullie hebben problemen met hem. Nou, zoals ik al zei, ik wil meer gele hebben. Nou, maar weet je wat? Neem het gewoon mee. Al wordt het rood, al wordt het pimpelpaars met gele stippen van mij apart. We nemen het gewoon zo mee. It's the extraordinary bolt. I bought this incredible bolt because the salesman told me it would be extraordinary quality. That is in comparison to the average person. Exactly what it makes, exactly what makes it so extraordinary is a secret. But just look at it. Extraordinary. Volgens mij is dat ding extraordinary. Nou, we gebruiken even onze Pikmin om dat ding dus gelijk mee te nemen. En ja, jullie kunnen helaas dus niet echt iets nuttigs doen op dit moment. En ik wil die part daarboven ook nog even hebben, dus we moeten opschieten. Jullie wachten hier heel eventjes in het midden. We zijn die twee daar. Die nemen we even mee, die gaan terug naar base. Nogmaals, alles wat bij base staat, daar hoeven we dus ons geen zorgen over te maken. Wat een voordeel is. En ik wil dus alvast heel eventjes een beetje schade gaan doen aan deze muur. Er staan geen Pikmin bij in de buurt, dus dat is alleen maar gunstig. En dan willen we onze gele Pikmin gelijk meenemen. Even wachten, hadden we er nog een paar die gesprout waren? Niet toevallig. Nee? En dan hoop ik dat ik inderdaad wel 20 Pikmin, gele Pikmin heb. Want dan kunnen we dus zeg maar voor zorgen dat we die andere part mee kunnen nemen. Wat heel erg handig is. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Dus, oké, we hebben hier nog een paar mensen die dus apart... Of ja, mensen, Pikmin, die zeg maar daar in zo'n uppie staan. Dat was niet echt handig. Maar goed, we hebben dus alweer één part te pakken gekregen. Extraordinary bolt. This bolt, bolt. This bolt's bolt holds the kind of value that only a true connoisseur can understand. Nou, ik snap nog niet eens wat je daar zegt. We have recovered 4 parts. Nog maar eentje nodig en dan kunnen we dus naar een nieuwe wereld. Yay, nieuwe wereld. Nou, laten we eens heel eventjes kijken. Want het partje wat we daar dus boven zien, dat is de radar waar dus net heel erg belangrijk naar gepoint werd. Dat die dus oh zo belangrijk is. Dus laten we kijken, die kunnen we alleen maar oppakken met gele Pikmin. Want rode Pikmin kunnen we helaas niet zo hoog gooien. Oké, hij wordt meegenomen. Mooi. Blijft er eentje achter? Nee? It's my whimsical radar. With this, I'll be able to see all my nearby ship parts in a single glance. I just have to press something to check it. This find fills me with great hope. Nou, daarom heet het dus ook de Great Forest of Hope. Nou ja, niet echt een great, maar dat maakt niet echt uit. Ik vind het jammer dat er nergens meer bommen liggen of zo.
Nou zou ik alvast eventueel daar naartoe kunnen gaan om die beesten uit te schakelen. Maar ja, er is hier niet echt veel wat we al kunnen doen. En we kunnen die doos misschien nog even verplaatsen. Maar ja, die... Ik weet niet. Normaal gesproken ben ik echt zo van hoe meer Pikmin hoe beter. Maar op dit moment denk ik echt bij mijn eigen van ja, we kunnen het wel proberen om die daar inderdaad... Ik denk dat we het kunnen proberen. Ik bedoel, we hebben nog één stipje de tijd. En... Wil je niet zo struikelen? Oh. Dat is echt de enigste gimmick waar ik echt af en toe een hekel aan krijg bij deze bij Pikmin. Dat is dat sommige Pikmin dus gaan struikelen tot ze dus dan makkelijker achterblijven omdat je dan sneller doorloopt. En dat is echt vervelend. Oké, okay, nou. Ik heb 75 Pikmin. Zitten er nog een paar onder de grond? Nee, zitten daar... Jij staat aan je uppie. Dus even kijken. Ik heb hier 76. Daar hebben we de 21. Dat maakt... dan mis ik er nog een paar. Oké, laat die aanvalsplan maar zitten. We gaan onze Pikmin veilig brengen. Even kijken waar dat we er dan een paar missen. Eens even kijken. We hebben er hier... Staan die dan toevallig nog daarbij? De ship part. Zou zomaar kunnen. Oké, we hebben de radar. Dat is alleen maar handig. Oh, die staan daarachter in het hoekje. Ik zie er daarachter twee in het hoekje staan. Ik wil geen Pikmin meer achterlaten. Dus, Whimsical Radar. This important part can detect the locations of the other missing parts. The radar will be added to my monitor, which I can do something with that. En dan kan ik inzoomen en weet ik het allemaal nog meer. En dat wil me, dat zal me helpen bij de remaining part. We hebben 5 parts, increasing the Dolphin's capabilities. Dus we kunnen naar een nieuwe wereld. Yay! Helemaal blij. Al ziet het er nog steeds nogal apart uit. Oké, okay, nou, laten we maar gaan kijken dan of ik alle Pikmins... We hebben de 76 bij ons. En dan ga ik heel eventjes... Kijk, dit is de radar waar ik de hele tijd over gepraat werd. En nou zie ik dus, zeg maar, daar zit een shippart. Daarboven er zit nog een shippart. Sterretjes, dat zorg ik ervoor. Dat laat je zien, zeg maar, waar de shippart zitten. Nou, daar zit er dus nog eentje. Die zit ook daar bij Beest. Dat is die ene muur daar. Daar zit er nog eentje. Daar hebben we volgens mij een nog... ik weet niet. Dit even eens inderdaad even een beetje kijken van hoe en wat, maar... In ieder geval, we weten dus, daar zit nog een Pikmin. Dat is nummer 77. Geen Pikmin blijft achter. Daar zorgen wij persoonlijk voor. We hebben niet echt veel Pikmin kunnen harvesten. Oké, we hebben nog 10 seconden. Kom op. 9. Hebben we alle Pikmin hier? Nee, er staat er daar nog één. Er staat er daar nog één. Kom op. Waar sta je? Hallo? Mijn radar die zegt toch duidelijk dat er hier nog eentje staat? Nee, daar staan er nog twee. Is die geglitcht? Ik snap het niet. Sta op! Oh boy. Welke kant ga ik op? Dat heeft geen nut om die kant op te gaan. Nou, oké, okay, we hebben alle Pikmin en die anderen die staan in base, dus ik neem aan dat die ook tellen als veilig. Anders hebben we nou een groot probleem. Nee, niet achter die muur blijven hangen. We zullen het zien! Ik vind dat ze in base stonden. Ja, en ik weet het, het is een korte let's play, dus vandaar dat ik die animatie gewoon toch elke keer laat zien, omdat ik dat toch wel belangrijk vind. Om... Het geeft ook iets aan het spel, laten we eerlijk weten. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind die graphics vind ik geweldig. Oké, okay, nou, wij vliegen er vandoor. Nee, die telde dus niet. Oh, die rode, oh, dat vind ik echt zo flame. Ik bedoel, ze stonden in het hoekje naast het schip, hoezo konden ze niet mee? Spel, je bent gemeen. 3 days since impact. I now add yellow Pikmin to my list of discoveries. These creatures can wield bomb rocks, so perhaps I can use them to blast down rock walls and open up new regions. Red and yellow Pikmin, as well as bomb rock carriers, break into squads when I dismiss them with something. If I grab one for a moment, by holding something, I can swap Pikmin by then pressing another button. Ja, dat heb ik allemaal gelukkig al uitgelegd. Nou, we zijn er 6 kwijtgeraakt in battle en 2 hebben we er achtergelaten. Ik vind het jammer dat we er meer achter hebben gelaten, want achterlaten, dat vind ik, dat voelt gewoon niet goed. En lost in battle moet ik zeggen dat het beter ging als gisteren. Dus ik ben behoorlijk tevreden over vandaag de, dingen wat we gedaan hebben. En we hebben er ook nog eens een keer voor gezorgd dat we naar een nieuwe locatie kunnen. Yay, nieuwe locatie! We kunnen nu naar de Forest Nevel. De Forest Nevel is een van de...
minder leuke plekken. Ik vind de Forest Nebel een van de gevaarlijkste plekken waar we naartoe kunnen gaan. En dan breng ik jullie, die parts die daar zitten, dat doen we dan nog wel op een andere dag. Want je kunt dus zeg maar naar elke part toe wanneer dat je wil. We hebben al de helft eigenlijk van deze wereld te pakken gekregen. Dus misschien kan ik het voor elkaar krijgen in één dag. Dat zal helemaal geweldig zijn. Maar ik wil morgen toch naar de Forest Nebel. Dus heb je een leukste momentje van deze aflevering? Laat het weten in de reacties. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik zie jullie morgen bij dag 4 van Pikmin. Dus tot dan. Doei!